Colin Degenaars. In baan 3 voor de zwemvereniging Haarlem, Rob Daalman. In baan 5 voor de ZNC Woerden, Thijs van den Ent. In baan 4 voor ZW 44, Michiel Joring. Dit is de finale, heren, 100 meter vlinderslag. Take your marks. Ja, dames en heren, we hebben een klein technisch probleem met het scorebord in deze finale. Dus voor deze finale kunnen wij helaas het scorebord een tijd niet laten zien. Dat wil niet zeggen dat ze niet netjes opgenomen worden. En voor de volgende programma onderdelen hebben wij het scorebord weer beschikbaar. Hier in ieder geval zijn we begonnen aan die Paralympische finale 100 meter vlinderslag. Je ziet het daar in de baan. Hier aan de leiding liggen, dat is Michiel Joring. De tweede positie is er Thijs van den Ent. En zo komen de heren terug hier naar de muur. Joring, de ruime voorsprong in baan nummer 4. En hij gaat in tijd in ieder geval als eerste aantikken. We kijken natuurlijk dadelijk even naar die tijden. Het ziet hier dan. Daar aantikken in 1.00.87. Tweede tijd is er van Thijs van den Ent, 1.05.49. En de derde tijd is er voor Bram Daalman, 1.07.54. Dan gaan we kijken wat dat voor de puntenaantallen betekent. Dan zien we dat Thijs van den Ent, die 1.05.49, een prachtig Nederlands record, Paralympische, daarvoor natuurlijk als eerste uw applaus. En met 811 punten wordt de Nederlands kampioen. Uw applaus voor Michiel Joring.